Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur kiest voor duurzame connectiviteit door te investeren in nieuwe geavanceerde technologieën in 35 dorpen. Telesur heeft binnen een jaar inspanningen geleverd om zijn zonnepanelen te vervangen en uit te breiden binnen deze dorpen. Als leider binnen de telecommunicatie in Suriname gelooft Telesur in het belang van duurzaamheid en is bewust van de impact die het kan hebben op gemeenschappen en het milieu. Zij is voornemens steeds energiezuiniger te werken en doet dit middels het gebruik van zonnepanelen voor de netwerken in het binnenland. Dit is een tastbare stap in de richting van haar engagement voor duurzaam ondernemen en het veiligstellen van de digitale toekomst van Suriname. Naast de 35 binnenlandse dorpen waar de zonnepanelen zijn vervangen, staat ook op de planning voor 2023-2024 13 dorpen te voorzien van connectiviteit. Van de 13 dorpen zijn er reeds 5 opgeleverd, namelijk Kwamalasimutu, Bensdorp, Sela, Goninimovo en Witagrong. De resterende 8 dorpen, Matapi, Nootje 16, Nootje 35, Mozeskreek, Totikamp, Tibiti, Europolder en Bigipoika, volgen in de komende maanden.